Simon, dankjewel om in onze extase te brengen. Nee, cliché. Het is vandaag heel de ploeg geweest. En dan ben ik oprecht. En het is een cliché, maar vandaag denk ik dat iedereen gezien heeft dat we 95 minuten met 15 echt gestreden hebben en al onze energie in deze wedstrijd hebben gestoken. We wisten dat dat voor Lokeren en voor de supporters heel belangrijk was vandaag. Voor ons natuurlijk ook. Maar dat was een extraatje. We hebben vaak tegen elkaar gezegd. En ik denk dat het... ja, heel euforisch is dat je in die laatste minuten nog dat winnend doelpunt maakt en dat het feest vandaag nog even zal duren. Ja. Dat is misschien ook wel de beloning, denk ik, van zo'n wedstrijd. Ik denk, we zijn er eigenlijk blijven voor gaan tot die allerlaatste minuut om toch dat golletje te proberen maken eigenlijk ook. Hè? Ik denk dat dat een beloning is van het seizoen. Ik denk dat wij heel het seizoen verschrikkelijk veel energie in elke wedstrijd hebben gestoken. Soms is dat tegenslagen, maar dit seizoen is dat heel vaak meegevallen. Dat we heel veel situaties hebben omgezet doorheen het seizoen, door de kracht van het team. En ik denk dat dat vandaag niet anders was. Ik denk dat we vandaag laten zien hebben waarom we hopelijk de terechte kampioen zullen zijn. Ik ben echt fier op ons team en op de staf. En op, deugd. Het is een hele een overwinning die verschrikkelijk veel deugd doet voor iedereen. En die tegen Aalst de laatste minuten met zoveel volk, met onze aanhang die waanzinnig is, dat echt wel een mooie kers op de taart is van de reeks die we tot nu al hebben afgelegd. Ja. 4500 OMB supporters vandaag, tweede amateur. Ja, dat is ongezien. Hè. Ik denk dat ze in eerste klasse heel blij gaan zijn als Lokeren terug is. Als ik toen straks naar de beelden van Serai keek, zat misschien 600 man. Ik denk dat die jongens liever hier spelen dan in eerste klas. Allee, ik speel liever hier dan in eerste klas op dit moment. Want je voelt dat ook, hè. Dat geeft je steun. Ik bedoel, de eerste 10 minuten dat we daar dat ze de bal daar niet wegkregen, dan ging het publiek daarachter. En dat geeft ons energie om die 90 minuten te blijven gaan. En om het zo te kunnen afsluiten. Dat is, ik denk dat 10% is waar de supporters voor zorgen. Dat we die 10% meer kunnen blijven gaan. En ja, dat is waanzin, echt waar, dat meen ik. Nog één keer focussen in Oudenaarde binnen 2 weken. Nee, ik denk wel oprecht dat we gefocust moeten blijven tot het einde van het seizoen. Ik denk dat we zoveel mogelijk punten willen pakken. Natuurlijk, als we weten dat we kampioen zijn, dan zal het aan ons liggen om dat te blijven doen. En zal er al wel eens wat weer plezier kunnen gemaakt worden. Maar ik denk dat iedereen graag wint. En het seizoen eindigen in mineur met nederlagen, dat is ook niet plezant. En dan kan dat nog altijd een smet zijn op de titel. Dus ik denk dat het wel aan ons is om elke wedstrijd nog aan te vatten om te winnen en niet te laks te worden. Goed, dan gaan we gemotiveerd naar Oudenaarde. Merci. Merci. Hè. Naïm, ik moest u gaan halen uit de kleedkamer, maar ja, de extase is niet normaal. Hè? Ja, ik hoop dat ik snel terug kan. Het is een serieus feestje in de kleedkamer. Nee, het is fantastisch. Hè. Als je zo de laatste minuut nog, of de laatste 5 minuten, ik wil er nu vanaf zijn, nog scoort, wat volledig verdiend was als je de 90 minuten lang keek. Dus het gevoel in de kleedkamer, ja, je kunt het horen, is fantastisch. In eerste tijd hadden we wel lastig. Hè. Als die kleinere kansen misschien wel het betere van het spel, misschien wel. Tweede helft dat we dat toch weer kunnen turnen, gelijk dat we al heel veel gedaan hebben dit seizoen. Hè. Ja, dat is de kracht van deze groep. Hè. Als je de tweede helft ziet, dan is het al Lokeren wat de klok slaat, denk ik. Die mannen hielden het zo compact, zo klein. Die volgden ons overal. Het was mandekking overal. Het gaatje was moeilijk te vinden, maar we hebben niet opgegeven. We zijn blijven proberen. En we hebben grote kansen gehad. Ik denk dat in de tweede helft dat die mannen er niet zijn uitgekomen. Misschien één counter of zo. Voilà, ja. En ze wachten daarop. Hè. Ze wachten op foute ballen. Af en toe gaven we dan die laterale ballen, waar we dan balverlies uit leden. Dan konden hun counteren. Maar dat was eigenlijk het enige gevaar dat hun creëerde, want het was allemaal Lokeren wat de klok sleeg. Dus ik ben vrij content. Nog één puntje. En dan is het een Jacques. Dat was beter, want het leek eigenlijk op een gelijkspel te eindigen. Dan 3 punten moeten gaan halen in Oudenaarde. Dus een drouken, dat moet op Oudenaarde wel lukken. Maar ik denk dat we ook wel voor die volle 3 punten zullen gaan. Hè. Inderdaad. Deze groep gaat niet voor gelijkspel of verlies al helemaal niet. Dus we gaan zeker niet voor een punt in Oudenaarde. We gaan vol voor de 3 punten. En de wedstrijd erachter ook. Het is niet mooier dan op het einde van de rit met een grote kloof kampioen te spelen. We staan nu 14 punten los. We gaan er alles aan doen om die 14 punten te houden. Ook al zouden we volgende week
een gelijkspel, genoeg hebben aan een gelijkspel, toch al volgende week volledig voor die overwinning. Iets totaal anders, Naïm. Hoe is het als toch sportman om in die Ramadan zo'n prestatie te leveren? Want ik heb het net nog een keer aan Dirk Delegé gevraagd. Om 8:17 mochten jullie beginnen eten. Ja, en dan staan die twee mannen aan de lijn en dan moeten jullie daar een shakeske binnen spelen en wat drinken. Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat wel even op de maag valt. Maar allez, chapeau daarvoor, alleszins. Ja, merci. Dat is niet mogelijk zonder de hulp van een Dirk en een Steven die ons goed ondersteunen. Ik denk dat je het hebt gezien de eerste helft, dat ze aan de kant van mij Youssef kwamen met wat drinken, een dadel, een banaan. Wij zijn dat gewoon. Wij doen dat al jaren, wij doen dat heel ons leven. Wij zijn dat gewoon. En ik denk niet, als je de wedstrijden bekijkt van vorige week en deze week, dat opvalt. Dus dat geeft ons kracht en... Ik heb er geen last van. En de andere jongens, Youssef, Soufiane en Yassin, hebben er ook geen last van. Super. Ga maar verder genieten in de kleedkamer. Bedankt. Ja, dank je. Hans, na de winning goal van Simon Vermeijre, ja, zagen wij u een handje geven, of toch althans proberen aan de lijnrechter, maar dat pakte niet echt, hè? Ja, meneer, ik heb mezelf al betrapt als we op zo'n moment scoren dat ik eigenlijk te snel op het veld sta. En dan kreeg ik snel commentaar van de scheidsrechter, maar die snapte uiteindelijk dat het niet zo. Ik wou gewoon vriendelijk zijn, maar geen probleem. Voor mij is het allemaal geen probleem. Goed. Kan je een korte analyse geven van onze wedstrijd? Ja, het was moeizaam. Alles kwam hier met een heel laag blok. En het is een goed elftal. En ze hebben ook kracht, snelheid. En dan weet je dat het heel moeilijk wordt om daardoor te raken. En zij wachten eigenlijk op het moment dat wij een slechte inspeelpas gaven om daaruit te counteren. Het was gewoon moeilijk om kansen te creëren. En dan krijgen ze wel, maar zij ook wel wat halve kansjes. En je weet, er moet maar één invliegen. En ik denk dat we rustig gebleven zijn, want op een bepaald moment in de tweede helft bomen te veel met lange ballen te werken en dat is onze sterkte niet. Dus dan weet je dat ene kantje komt misschien wel nog en dat kwam nog. En het is des te mooier dat we in de 88 minuten scoren en die overwinning thuis houden. Ja, want we kunnen wel zeggen dat Aalst een zeer sterke wedstrijd heeft gespeeld. Het is dan gewoon jammer van onze ex-speler en ex-doelman dat die laatste 5 minuten gewoon fataal waren voor Aalst. Hè. Ja, klopt, maar ik heb Aalst ook bezig gezien vorige week en ze verliezen met 4-0. Als je natuurlijk de beelden niet ziet, denk je van Aalst is grandioos onderuit te gaan, maar de eerste helft moeten ze altijd 4-1 voorstaan. Dus ik wist dat het een goed elftal was, maar ze zitten gewoon in de hoek waar dat de klappen vallen. En daar hebben wij nu gebruik van gemaakt. Ja, je bent wel de man die nooit durft vooruit te kijken en zeggen van afwachten en we zullen wel zien wanneer we kampioen spelen. Maar nu is het toch wel heel definitief of heel dichtbij. Hè? Durf je het nu al wel zeggen? Ik zal het half zeggen. Hè. Ik weet dat we nog 2 punten nodig hebben, maar ik denk als je 14 punten voorstaat met nog 15 te verdienen, mag het niet meer fout lopen. En ik gun het mijn spelers ook dat ze vanavond een feestje bouwen. Het is een vrij weekend volgende week. Dus ze mogen eigenlijk van mij al een feestje bouwen zoals de titel half binnen is. Oké, en als je dan kunt kiezen, liever volgende match uit op Oudenaarde kampioen spelen of dan toch liever thuis op Brakel? Op Oudenaarde, direct. Liefst zo snel mogelijk. En moet regenen, dan heb je gewoon 2 keer feest. Dan heb je feest in de bus en achteraf. En dan heb je de volgende thuiswedstrijd met het eigen publiek nog een keer feest. Dus dan kan je 2 keer genieten. Dus laat het maar houden op de volgende wedstrijd op Oudenaarde. Oké, dus we mogen noteren dat we op de wedstrijd op Oudenaarde kampioen spelen. Ik hoop dat er daar zoveel mogelijk volk is. Ik zal niet zeggen dat we daar kampioen spelen, want die wedstrijd moet nog altijd gespeeld worden. Maar we zullen die wedstrijd starten zoals elke andere wedstrijd om de 3 punten te nemen. Oké, super. Dank u wel. Karel, het leek eigenlijk op een 0-0 gelijkspel te eindigen en dat was misschien ook wel fair geweest. Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat wij daar ook zouden mee tevreden geweest zijn. Ik denk dat mijn collega ermee ook zou tevreden geweest zijn. Ik denk dat wij qua organisatie een hele goede wedstrijd spelen. In de omstandigheden waarin we ook moeten spelen zonder echt nog een voorspelers te hebben. Dus, en dan nog met het uitvallen van George voor de rust werd het nog problematischer. Dus dan gaat eerder gokken op die 0 te houden en op dat 1 doelpunt te scoren. Dus er zijn wel wat kleine kansjes geweest, of bijna kansen, die we niet goed uitspelen. Maar het is heel zuur van op die manier in de laatste minuut een goal te slikken. Ja. Ja, je zegt het zelf, in de eerste time stond het heel goed. Eigenlijk waren jullie misschien wel de betere van Lokeren, met toch die kleine
kleinere kansen. De meerderheid in die kleine kansen alleszins. Tweede helft toch iets meer plots moeten ondergaan door de sterkte van Lokeren waarschijnlijk. Hè? Maar ja, het is ook een beetje de power van Lokeren. Wij moeten achteruit. Wij kruipen ook veel te ver achteruit. Maar dat is voetbal, dat gebeurt in de Champions League. Dat gebeurt overal. Duitsland kruipt ook achteruit. Dus op dat gebied ja, was dat niet de perfectie. Maar de perfectie bestaat ook niet. Dus inderdaad, onder de druk van Lokeren, hoe verder dat de match voor, hoe moeilijker dat we het kregen. Maar nogmaals, als je er zo kort bij zit, dan is dat heel zuur. Ja. 73e minuut kan het eigenlijk met paneel 0-1 worden. Hè? Ja, dat kan. Ja, maar het zijn nog half fase geweest. Spezo pakte een bal van onder de lat, waar dat 1-0 kan worden voor jullie. Dus ik kon perfect leven met gelijkspel. Dat was voor ons heel mooi geweest hier op de toekomstige kampioen, de verdiende kampioen. Als je zoveel punten los staat, zijn we kampioen. Een ploeg die ook klaar is voor eerst amateur, daar ben ik van overtuigd. Dus ja, het had mooi geweest voor ons met een punt. We zijn hier gekomen voor een punt, echt waar niet. We zijn gekomen voor de 3 punten. Maar naarmate de match vorderen, waren we heel tevreden met een punt. Jammer, het heeft niet mogen zijn. Ja. Dan blijft het toch zo wel wat weer in die hoek zitten waar de klappen vallen. In die reeks, dat het echt super ging, dan gingen die kleine kansen erin. En nu net niet. Hè. Ja, maar natuurlijk al weken. Hè. Ik denk dat jullie de beelden zullen gezien hebben. Vorige week, de eerste helft tegen Adelbeke, zei de heer en meester. Maar ik krijg wel 2 golen binnen. Ik denk dat dat het verhaal is van na die goede reeks. Zit het heel veel tegen. Het is niet alleen tegenslag, dat moeten we ook eerlijk zijn. Schorsingen, blesseren, mindere vorm. Dat speelt ook allemaal. We moeten het niet allemaal op tegenslag steken. Maar ik denk waar we nu staan, dat verdienen we ook niet. Alleen moeten we werken hè, om die neerwaartse spiraal om te buigen. Om met een positieve mindset om de eindronde te kunnen winnen. En jullie te vergezellen. Dan wensen we daar veel succes mee. En jullie proficiat met de titel. Merci. Graag gedaan.